De Oranjemannen zijn gestart met de voorbereiding. Met eerst de HWL en daarna het WK als doel. De groep traint op Kampong, waar later ook Bob de Voogd en Sander de Wijn zullen aansluiten. Dat is ook heel fijn om te beginnen. We hebben nu nog 2 weken last van de EHL en daar moeten we natuurlijk wel een beetje rekening mee houden met ons programma. Dus, en daarna bouwen we steeds iets verder. Maar ik ben ontzettend blij dat de kop er vanaf is. Ik heb er weer zin in. Het was wel een teleurstellende zomer natuurlijk. Maar daarna heeft het hoofd weer een beetje leeg gemaakt. En het is nu gewoon niet zo lang meer tot de WK. En je voelt nu dat dit wel echt een beetje de start is. En, dus dat geeft wel een goed gevoel. We gaan nu in oktober een goede basis neerleggen. We trainen dan 4 keer. Dus 2 keer op maandag, 2 keer op dinsdag. Dus een redelijke basis bouwen we op. En dan langzamerhand vanaf november gaan we naar richting weer meer snelheid. En dan hebben we de omvang hebben we al een beetje gehad. Ik zit nu een paar jaar bij het Nederlands team. En om echt die laatste stap te maken zijn er nog een paar dingen nodig. En dus daar werk ik hard aan. En, uiteindelijk moet dat dan zich uitbetalen ook in het collectief. En ik denk dat meer spelers dat doen. En we zitten er dichtbij, maar we zijn nog een stapje moeten maken. Dat wordt heel leuk. Het is een mooi traject. Met een mooie tussenstop in India, wat voor ons wel belangrijk is. Nou ja, en vandaar wordt het natuurlijk 1 feest. En we willen ons natuurlijk maximaal voorbereiden. En zo goed mogelijk ook voor de dag komen voor de WK.